treffers. Staat hij op 41 treffers in naam van Oranje. Robin van Persie. En daarmee lost hij dus Patrick Kluivert af. Kijk, ik zeg altijd, als je echt alles geeft, maar dan ook echt alles en misschien zelfs een beetje meer, dan kun je jezelf ook niks verwijten. Het wordt Van Persie. En het is 1-0. Van Persie, boom! Van Persie, ja! 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 Hoppakee, Arjen Robben van Persie! Na het vertrek van Dick Advocaat was het tijd voor een nieuwe lichting bij het Nederlands elftal. Daarom kwam er op 4 juni 2005 een plekje vrij voor Robin van Persie. De talentvolle Rotterdammer maakte tegen Roemenië zijn debuut in het Nederlands elftal. Van Nistelrooy eruit. En de derde debutant in deze partij die we mogen begroeten is Robin van Persie. Voor hem fantastisch natuurlijk dat het uitgerekend hier in de Kuip gebeurt. Maar Van Persie zie je duidelijk dat hij volwassen en tactisch volwassen is geworden. Hij weet wanneer hij de bal moet spelen, wanneer hij een actie moet maken. En hij heeft gochmen en techniek. En Van Persie, die mag nu voor eigen kans gaan. Robin van Persie, en hij gaat voor eigen kans. Het is de eerste interlandgoal in de tweede wedstrijd voor Robin van Persie. Mooi. Ik denk dat we enkele hoogstandjes van hebben gezien. En dat is, ik denk, genieten voor elke voetballiefhebber. De goede start van Van Persie resulteerde erin dat hij al vrij snel een vaste waarde bij de ploeg van Marco van Basten werd. Op zijn eerste eindtoernooi was de creatieveling ook basisspeler en op het WK in Duitsland liet hij mooie dingen zien. De ploeg van Marco van Basten ontmoet Servië-Montenegro, de voorkust en Argentinië. Het eerste duel is in Leipzig. Servië-Montenegro is de tegenstander. Dat is geen buitenspel van Robben die ontsnapt. Ryan Robben met de kans en de goal. De goal van Nederland. Persie zou het ook zelf kunnen vanuit deze positie. Dat doet hij ook, maar de bal gaat net voorlangs. En dan fluit Merk af en heeft Nederland de eerste wedstrijd op dit WK 2006 gewonnen. Dankzij Van Persie was de eerste rel geboren. Hij was boos op Robben en zei: hij moet niet vergeten dat we het met z'n allen doen. En hij maakt keuzes die niet goed voor het team zijn. Ik heb gisteren mijn zegje gedaan, er was niks mis mee. En als dat helemaal uit verband wordt gerukt door derden, is dat hun probleem, niet ons probleem. Een overwinning zou een grote stap naar de tweede ronde worden gezet. De rel werd gesust en tegen die voorkust was Van Persie de held. Het wordt Van Persie. En het is 1-0. En hij pakt daar de goede hoek van de muur natuurlijk, waar Boka staat, die kleine. Drogba, wie haalt hem weg daar? In godsnaam. En die zou er zo zijn ingegaan. Als daar niet met de borst vooruit Robin van Persie staat. Om het land te behoeden. Onmiddellijk volgt het eindsignaal. Eind goed al goed. Nederland wint met 2-1. Vooral in de eerste helft hebben we gewoon goed combinatievoetbal laten zien. En we hebben keihard gewerkt tot in de laatste minuut. Dat is iets waar we trots op mogen zijn. We hebben de volgende ronde bereikt. Ja, precies. In die tweede ronde speelt Oranje dus tegen het lastige Portugal. Nederland heeft iets goed te maken tegen Portugal. Want in de halve finale van het EK, 2 jaar eerder, werd Oranje uitgeschakeld door de Portugezen. Van Persie. Van Persie. Hij is hem ook aan de Nederlandse kant. Het is voorbij. Het houdt op. Doorpas van Oranje de Nuremberg. Van Persie in één keer durven. Van Persie, wat een goal. Heerlijk.
Daar zat een hoop in. De ban is gebroken. 2008 was een zwaar jaar voor Robin van Persie. Hij kwakkelde bij Arsenal met blessures en moest daarom de eerste wedstrijd van het EK aan zich voorbij laten gaan. Vervolgens bewees hij zijn waarde als invaller. Van Nistelrooy. Robben er vandoor. Sneijder is vrij. Robben en Sneijder. Robben en Van Persie. Ja! De twee invallers. De bevrijdende 2-0. En daar is het eindsignaal van Herbert Vondel. Het klinkt als een concert. Ja, het is toch wel een droom die uitkomt. Kijk, ik ben er zelf ook vrij lang uit geweest. Ik heb een heel moeilijk seizoen gehad. En als je dan hier hopelijk toch nog een mooi einde aan kan geven, dan is dat voor mij heel leuk, maar ook voor het team. Van Persie. De paas van Demi de Zeeuw. Van Persie. Boom! En zo komen we toch in de buurt van de scorers die we gewend zijn. Ja, oké. Okay. Was een mooie avond. Wat mij betreft kon het beter. Maar goed, het is een goede stap in een goede richting. Van Persie misschien. Het wordt Van Persie. Hij tilt de bal over het doel. Achavin, het is over. Het is over en uit. Messi knal en goal. Ja. 1-0 voor het Nederlands elftal. Korsic is voor Affolay. Achterin van Persie in één keer. Oh. Kuit. Goed werk. Van Persie. Oh, heerlijk. Na een goed jaar in de Premier League waren de verwachtingen hoog gespannen voor het WK 2010. Oranje presteerde geweldig, maar Van Persie had het lastig. Hij was bijna nooit beslissend, maar was wel belangrijk in het meevoetballen. Maar nu misschien, Van Persie. Kan hij uithalen? Uiteindelijk wel. Uiteindelijk wel. Nu weer terug, rand Van Persie. Een eigen doelpunt van de Denen zet Nederland op de kaart. Van Persie en 1-0. Robin van Persie. De spits moet scoren. Zet Kuit. Van Persie kan koppen. Van Persie. Sneijder. Sneijder, schot van richting veranderd en het doelpunt! Maar zo mooi, het is echt, ik heb kippenvel. Zo mooi om dit mee te maken. Ja, nu herstellen, even afwachten en dan nog één pot te gaan, hè? Het is zover, de WK-finale tussen Nederland en Spanje gaat bijna beginnen. Hier gaat het om. Om de FIFA World Cup. Heel pijnlijk. Kijk, ik zeg altijd, als je echt alles geeft, maar dan ook echt alles en misschien zelfs een beetje meer, dan kun je jezelf ook niks verwijten. En dat doe ik ook niet.
Ik zal deze dag echt nooit vergeten. Ik denk niemand niet. Ik denk heel Nederland niet. Niet alleen wij of jij. Het lijkt wel of we gewonnen hebben. En ergens hebben we dat misschien ook wel. Door. Van der Wiel, legt af, Van Persie, mag scoren. Ja, we zijn heel aardig voor elkaar. Hertiga komt, en dan poetsen. Robin van Persie. Robin van Persie, die er 6-0 van mag maken. Van Persie. Ja, die mag erin. En die zit erin. Van Persie. In de 11e minuut. Voor het EK van 2012 was er in Nederland veel discussie over de spitspositie. Klaas-Jan Huntelaar en Robin van Persie hadden beide een geweldig seizoen achter de rug. Maar er kon maar één van de twee spelen. De meningen waren sterk verdeeld. Nou ja, kijk, weet je wat het is, Wilfred? Wij hebben er inderdaad, wat Johan zei, we hebben 5 exceptionele spelers. Dat zijn Van der Vaart, Sneijder, Van Persie, Huntelaar en Robben. Ja. Het probleem is dat we gewoon heel veel goede spelers hebben. Ja, maar die moet je dan allemaal opstellen, zou ik zeggen. En dat is het probleem van de bondscoach. Ja. Ik blijf zeggen dat ze gewoon samen moeten spelen. Ja, Van Persie, een klein stukje. Ik vind het bijna de plicht van een bondscoach om het Nederlandse volk, de 2 beste spitsen die we hebben, samen aan te bieden. Jij vindt jezelf beter in echt in de punt, echt in de spits. Dan ben jij beter dan Van Persie. Ja, ik vind mezelf meer echt de spits, hè. Ja. Van Persie reageerde zelf 1 keer, maar besloot tijdens het EK geen interviews te geven. Ja, de beste speler van Engeland, de beste spits van Engeland. Jij kan onmogelijk genoegen nemen met een plek niet in de basis. Nou ja, dat is aan de bondscoach, maar natuurlijk wil ik graag spelen. Robben, en hier de kans voor Van Persie. Huntelaar denkt daar ongetwijfeld het zijne van. Sneijder, Van Persie. Van Persie. Van Persie. Dit is de kans. Maar dan stuit die bal net ongelukkig op. Maar voelt Van Persie dan misschien ook de druk? Want hij zit te wachten. Te wachten op zijn kans. Nederland verliest de openingswedstrijd in Kharkov. Wat een enorme teleurstelling. Het zal nu moeten gebeuren tegen Duitsland en Portugal. Van vanavond werd de vraag niet beantwoord wie er morgen tegen Duitsland in de spits staat. Ik vind ook dat hij gewoon door moet gaan met Van Persie nu. Hij heeft die keus gemaakt. Kijk, het verschil. Men zal het memoreren nu aan 1988 met Bosman en Van Basten. Nou, dat is een heel andere situatie als tussen Van Persie en Huntelaar. Van Basten was een veel betere spits. Dus ik vind hij heeft die keuze nu gemaakt. En ik vind dat hij met hem door moet. Ik zou wel met hem gaan praten. Want ik vond hem een beetje ongelukkige indruk maken vandaag. Wat eigenlijk een voordeel zou moeten zijn. 2 topscorers in je ploeg. Dat is eigenlijk een nadeel geworden. Want over 4 dagen is hier de wedstrijd waarin het voor Nederland do or die is. Winnen van Duitsland. Woensdag. Beweging van Sneijder en van Persie. Van Persie. Van Persie nu. Oh, oh, oh. Die nu wordt aangespeeld. Maar dit kan ook, Van Persie. Bal tussendoor, Affelay. Eerste paal Van Persie. Voorzet niet goed. Ja, ja. Oh, wat een redding van Neuer. Op het schot van Robin van Persie van de 16 meterlijn af. Ja, Van Persie nu dan. Van Persie. Van Persie, ja! Kijk eens aan. Van Persie dan toch. Duitsland gaat deze wedstrijd winnen. Heeft deze wedstrijd gewonnen. Dik verdiend. En niets op afdingen. Het levert geen punten op. Het levert ook geen overdreven veel zelfvertrouwen op voor de laatste wedstrijd in deze groep. Die Nederland gaat spelen tegen Portugal. En waarin het begint met nog altijd kansen op een plek in de kwartfinales. Dat we het nog een keer zouden kunnen flikken, daar had ik wel vertrouwen in. En dan moet het ook mee zitten. Moet je die eerste wedstrijd ook winnen. Kijk, van Duitsland kan je verliezen. Dat is ook niet goed, maar dan moet je die eerste winnen. En dan komt er ook wat meer van vertrouwen in het team. En daar heeft het ook aan ontbroken. Tweede op een wereldkampioenschap en nu 3 wedstrijden, 0 punten. Het is een hele, hele zware avond voor Nederland geweest. Een heel zwaar Europees kampioenschap.
En alle spelers beseffen het. Schop snijden. Kopbal van Persie, doelpunt. 1-0 voor het Nederlands elftal. Van Persie. Robben misschien. Robben, wat mooi van Arjan Robben. Robben van Persie, het is 2-0. Wat een geweldig doelpunt van het Nederlands elftal. Met de twee mensen die veel interlands achter hun naam hebben staan. Na het dramatische EK vertrok Bert van Marwijk als bondscoach en nam Louis van Gaal het stokje van hem over. De markante trainer benoemde Wesley Sneijder tot aanvoerder, maar ontnam hem al snel de band. En dus is Robin van Persie de nieuwe aanvoerder van Oranje. Louis van Gaal ontnam daarmee Wesley Sneijder de aanvoerdersband. Je was aanvoerder vandaag? Ja. Verbaasde je dat? De bondscoach die heeft mij afgelopen maandagavond heeft hij mij gevraagd of ik dat wil doen. Of ik de aanvoerder wil zijn van Nederlands elftal. Ik voelde me erg blij. Ik vind het een prachtig mooie uitdaging om te doen. Dus ik heb... En dat is ook definitief? Ja. Niet alleen vanavond? Ja, als het goed is niet. Robin van Persie met een schitterende goal. Robin van Persie uit het niets. Hoppakee, Arjen van Robben van Persie! Dit is Van Persie voor de 41ste! Hij is de nieuwe all-time goalscorer in Oranje. En dus is hij blijven voorbij. Hier is Van Persie! Schitterende controle en wat een doelpunt. Hier is het antwoord voor Oranje. Robben, de doorgelopen snijd. Nou, maak hem maar af. Leg hem terug, dat is nog mooier. Dat is nog mooier, want het balletje is precies op maat. Robin van Persie was een van de weinige wereldtoppers bij het Nederlands elftal in 2014. De aanvoerder moest de kar trekken en deed dat overtuigend. Hij vervulde een sleutelrol op een geweldig wereldkampioenschap. Ik vind het qua tegenstanders een moeilijke loting. Je gaat er weer vanuit dat je doorgaat. En dan kom je tegen de groep van Brazilië te spelen. En dat zou dus ook Brazilië kunnen zijn. Ja, al met al denk ik niet dat het de beste loting is. Ook voor de voorbereiding is het de slechte loting. Hier is naartoe geleefd maandenlang. Het is een lastige wedstrijd, een moeilijke wedstrijd. Maar het Nederlands elftal lijkt er klaar voor. We kunnen zeker die wedstrijd winnen. A repeat of the final of World Cup 2010. We spelen wel tegen Spanje en dat gaat gewoon een hele zware wedstrijd worden. Daar is weer Diego Costa. Het kan niet goed blijven gaan natuurlijk. De scheidsrechter heeft de penalty. Kijkt hij vrij aan op een overtreding en legt de bal op de stip. Sillissen komt net te kort, gaat wel naar de goede hoek. Het is Robert die de bal misschien vraagt. Het is geen buitenspel bij Van Persie. Van Persie, en die komt erin! Ja! Jan Maat, Van Persie, oh, de laat zeg! Dat was bijna 1-3. Daar is de druk van Persie. Namens terug moet Casillas aan te rommelen. Van Persie, 4-1 zeg! 4-1! Halleluja! Wat gebeurt er met dit elftal? Totally outplayed Spain. Revenge is a dish best served cold. Ja, het is ongelooflijk. Het is denk ik voor iedereen, voor heel Nederland, een droom die uitkomt. Ja, we moeten er gewoon van genieten met z'n allen. Het is echt fantastisch. Maar goed, het zijn 3 punten. En we moeten door. Dat is ook de realiteit. Maar we mogen hier wel even van genieten. Ik heb dit eerder meegemaakt. Alle euforie. Dat is fantastisch. Maar wij moeten vanaf morgen weer de knop om. En door naar Australië. En we hebben vandaag 3 punten. Dat is een feit. En nu moeten we die volgende 3 pakken. Veel meer Australiërs dan de Nederlandse fans. Ik denk dat, volgens mij hebben wij nog nooit van Australië gewonnen. De Australiërs, die spelen ook met backs die veel opkomen. Dus je moet op voetbaltechniek en voetbalintelligentie moet je winnen. Ja, dat wordt een hele lastige wedstrijd. Na zo'n geweldige prestatie is het natuurlijk wel moeilijk om weer op het juiste moment te pieken.
Nederland staat klaar voor de tweede wedstrijd in het wereldkampioenschap 2014. Tegenstander Australië. Daar rolt de bal en we gaan afwachten. Wat brengt deze wedstrijd? Slaat met de hand in het gezicht van Sperenovic. Er komt een kaart aan. En dat betekent dat Van Persie geschorst is voor de volgende wedstrijd. Wel voor Hens en een penalty gegeven. Aanvoerder Mile Jedinek contra Jasper Cillessen. Jedinek scoort. Een onterechte penalty. Maar dit belooft een hels karwei te gaan worden voor Oranje. We zullen het zelf moeten doen. We zullen het absoluut zelf moeten doen. Dit lijkt wel een bitterballen-polonaise. Dit lijkt nergens op. Stefai, balletje naar Van Persie. Van Persie met kans. 2-2. Robin Van Persie. De paai, goed gedaan. En Van Persie, hij scoort 2-2. Naar het station zit een schot. Ja! Die goal! De paai is de paai. Memphis Depay maakt hem. Memphis Depay. Maar het tekent ons wel, vind ik, als je twee keer zo kunt terugkomen. Onder die druk. Want zij bleven maar rennen. Zij speelden eigenlijk erg goed. Ja, maar iedereen heeft het goed gedaan. En ik ben heel blij met het resultaat. Ook al omdat ik de volgende wedstrijd helaas niet kan spelen. Laten we eerst hiervan genieten. Kijk, we zijn door. Dat had niemand verwacht, denk ik. Dat is erg knap. Dus hier gaan we vanavond eens van genieten. En nu moeten we als team moeten we doorstoten op, ja, voor die eerste plek. We mogen gelijk spelen. Gelijk spelen of winnen, dus dat is fantastisch. En daar gaan we ook voor. Twee spelers zullen tegen Chili sowieso niet in actie komen. Bruno Martins Indy. Ik maak stapjes vooruit en dat is positief. En dan moet ik vast blijven houden. En Robin van Persie. Ik vond het wat overdreven voor een gele kaart. Omdat er absoluut geen intentie was om hem in zijn gezicht te raken. 5-1 tegen Spanje. 3-2 tegen Australië. 2-0. Zwaarder bevochten dan die scoren moet denken tegen Chili. Mexico heeft een beetje het voordeel dat ze hier al een keer gespeeld hebben. Het is natuurlijk heel warm. 33 graden. Het is wel een extra iets waar je rekening mee moest houden en dat hebben we gedaan. Los Santos schiet! Oh, een doelpunt van Mexico! Een doelpunt van Mexico. Heel vroeg in de tweede helft. Eerst de inswinger en de goal mee! Ochoa met een ongelofelijke reactie. Ochoa terug naar zijn lijn. Bal teruggelegd en Sneijder! Ja! Wesley Sneijder! Hier is het doelpunt dat moest komen. Robben. Ja, nu legt hij hem op de stip. Marcel Huntelaar, wordt het dan toch zijn moment in dit toernooi? Hij scoort! Nederland de 2-1. Naar de kwartfinale. Het was loodzwaar vandaag voor iedereen. En als je zo kunt terugkomen, is erg knap. We waren er al een paar keer dichtbij. En net het geluk niet. En op het laatste wel gelukkig. Ik geloof ook in ons. En dat moeten we vooral blijven doen. We zijn een hartstikke goed team. En nu moeten we doorpakken naar de volgende ronde. Voor de vijfde keer kan de halve finale worden gehaald van het wereldkampioenschap. Goed gespeeld. De paai, schietkans. Betere schietkans. De Persie. Oh, en dan nu Sneijder. Ja, de keeper wordt het niet moeilijk genoeg gemaakt. Het is beter. Sneijder. Bij de tweede paal is Kuit. Daar dus ergens. Hier van Persie. Oh, dit was je moment, man. Blind. Nu dan. Hoe bestaat het? Gaat straks Tim Krul in het doel komen voor de penalties. Handenbindertje. Orenia. Laat hem niet door. Hij is er door. En Cillessen. Dit was de eerste kans op een doelpunt van Costa Rica. Hier is Sneijder. Sneijder. Ah, weer op de latte. Sneijder heeft alles gedaan om toch de helft van de avond te zijn. Na 120 en een halve minuut. Nummer 1 eruit. Nummer 23 erin.
Wat gebeurt hier nu, denken die Costa Ricanen? Het is volbracht, deze wedstrijd. Het gaat aankomen op penalties. Robin van Persie, de aanvoerder, natuurlijk neemt zijn verantwoording. Robin van Persie, naar vast op de lijn. Van Persie, hij zit erin. 1-1. Deze stoppen en het is klaar. Nakrul gaat het pakken, ik weet het zeker. Daar gaat hij. Oumaya, Krul! Ja! 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 Ja, bizar. Het is een rollercoaster. Als je ziet hoe Koeren ze allemaal binnen schieten. En ik moet ook zeggen dat het een fantastische wissel was op het laatst. Hoe we hem toch hebben uitgesleept vandaag, heeft zelfs jou een duidelijk gemaakt. Wij hebben ons plan klaar voor Argentinië. Ik heb een heel goed gevoel. Het gaat dus nu om de hoofdprijs. Daar gaat het om. Ik schat Argentinië hoger in als Costa Rica. Hij maakt echt zich druk om wat heel belangrijk een invloed heeft op het teamproces. Wij spelen in de sterkst mogelijke opstelling. Hier zijn ze dan, de mannen die het gaan doen namens Nederland, namens Louis van Gaal in wat hij noemt de sterkst mogelijke opstelling. Ze willen wereldkampioen worden in dit jaar. 61 games down, 3 to go. One that nobody really wants to play in the consolation game on Saturday. And one that everybody wants to play in the final. En hier Sneijder met een schot. Een uithaal van Wesley Sneijder. Hier is de vrije trap. En Sillissen heeft de bal klem vast. Goeie redding van Jasper Sillissen. Higuain op bos ingestuurd door Jasper Sillissen. Is een... Speler van Argentinië, Mascherano, neergegaan. Blessure aan het hoofd. Onmiddellijk de medische staf erbij. Ja, dat is een behoorlijke overtreding van Martin de Michelis. Van Gaal is ongerust. Van Persie met een... Ja, het is een heel lastige draai om dan ook nog de bal op het doel te krijgen. Pires met de voorzet. En daar is het doelpunt niet het doelpunt, want de bal eindigt in het zijnet. Higuain was er heel dichtbij. En Maxi Rodriguez. Schot gepakt. Mooi, oh, Jasper Sillissen. Richting Palacio. Palacio met de kans, maar daar is Sillissen. Hier is het eindsignaal van Tunaid Shakir. Net als tegen Costa Rica wordt er niet gescoord. Sillissen, hou hem tegen. Hier komt de penalty. Maxi Rodriguez. Ah! Het is over. De halve finale is de eindhalte voor het Nederlands elftal. Hallam's wait for a world title goes on. Maar Oranje valt niets te verwijten. Oranje heeft Nederland in een staat van opwinding en euforie gebracht. En niemand zal de spelers verwijten dat het hier in Sao Paulo is misgegaan. Wij wilden de finale halen, die hebben we nu niet gehaald. Het gaat in een toernooi alleen maar om de eerste plaats. Het team is uitgeperst, heeft alles gegeven. Heaven knows how the Dutch must be feeling. Dat is keihard. Dat is pijnlijk. Dit doet pijn. Dit doet pijn. I feel somehow if Tim Krul would have been between the posts with that shootout, Holland would have gone through to the final. Maar het toernooi gaat door. Overmorgen is de wedstrijd om de derde plaats in Brazilia. Een droom is vervlogen. Die droom komt niet meer terug. Want het ging om de eerste plaats. Als je er op deze manier uitgaat, is dat de meest vervelende manier die er is. Maar het hoort ook bij de sport. Langzamerhand komt het besef terug dat we nog iets hebben om te verdedigen. Dat we ongeslagen zijn. En in de sport en in het voetbal is er altijd een volgende wedstrijd. En er is nog geen Nederlands elftal geweest in de geschiedenis die ongeslagen naar huis is gegaan. Het doel is nu derde worden. Dat moet dan het volgende doel zijn. En hij scoort! Nederland met 1-0 voor! We spelen anderhalve minuut of zo. Het is echt een heerlijk begin. Zijn gebaar naar de camera en zijn gejuich. Geef aan, ik ben gadverdurig getergd. De kans straks op het gebied, nu een goede voorzet. Kan Van Persie daar iets mee? Nee, bal wordt voor de voet van Blind gekomen. Ja, 2-0! Adeli Blind heeft zijn goal te pakken. Robben,
vanaf de rechterkant. Moet even wachten op Janmaat. Nou, voorzet geven, slechte voorzet, maar goal! Wijnaldum, 3-0. Daar is de beslissing waar we al zo heel lang op wachten. Kijk eens wat een vreugde bij het Nederlands elftal. Ja, trots op de jongens en trots op ons volk. Trots op iedereen die ons heeft gesteund. Als je dan ziet hoe wij, wat ik net ook al zei, vanaf ongeveer 2 maanden geleden zijn we dit traject ingegaan. En het is nu klaar. We zijn 3e geworden. En ik kijk terug met de jongens en de staf met een fantastisch trots gevoel. We hebben alles gegeven. Iedereen voor zich, die heeft het maximale gegeven wat hij in zich had. En dit is het resultaat. En ondanks dat we natuurlijk heel graag die eerste plek wilden, kunnen we denk ik wel trots zijn met z'n allen. Van Persie, 3-1. Hier de kans, en dat moet hem zijn, en het is het. Nederland staat voor Van Persie. De aanvoerder, 49e goal. De geweldige vorm van Van Persie in Brazilië verdween als sneeuw voor de zon. Hij deelde mee in de malaise bij een dramatisch Nederlands elftal. Er werd kansloos verloren van IJsland, Turkije en Tsjechië en het EK ging aan de neus van Oranje voorbij. En er wordt nog in eigen doel gekopt. Dit gun je niemand. Verbeid het nog. Kans, goal, 2-3. Van Persie in het goede doel. Het is zwaar. Van Persie loopt daar de grote ronde. Alsof hij aan een soort afscheidsronde bezig is, loopt hier een hele lange ronde in zijn eentje. Klap voor het publiek. Alsof hier een speler loopt die weet, dit was mijn laatste wedstrijd in Oranje. Ik weet niet of het zo is. Het voelt zo even. Het wordt geen Oranje zomer. Na het gemiste EK had Danny Blind genoeg gezien en besloot hij Robin van Persie niet meer op te roepen. 3 WK's en 2 EK's, 101 wedstrijden in het Nederlands elftal en topscorer aller tijden. Nou, nu blijkt, er is vorige maand al een voortijdig einde gekomen aan de indrukwekkende oranje loopbaan van Robin van Persie. Bondscoach Danny Blind heeft de 32-jarige aanvaller van Fenerbahçe voorlopig niet meer nodig. Er is geen plek meer bij Oranje voor Robin van Persie. Ik zie hem ook spelen elke keer en ik vind hem ook niet goed spelen. Ik vind hem niet scherp en niet fris. Ik vind de argumentatie niet sterk. 70 minuten, als Van Persie 70 minuten voetbalt, dan is hij nog altijd van veel meer waarde dan Bas Dost of Luc de Jong. Die 90 minuten spelen. Die 90 minuten spelen. Ja, het zat er al een beetje aan te komen. Van Persie hier bij de selectie. Waarom? Omdat ik nog steeds denk dat hij een van de beste aanvallers zijn die we hebben. En dat is de reden waarvoor hij er ook bij is. Ik ben blij dat ik hier ben. En ik ben onderdeel van deze selectie nu. En, iedereen weet in welke situatie we zitten. Het is niet gunstig. Nou, nog over we, hè? Is het ook nog een we-gevoel? Jazeker, dat is het altijd. Ik ben natuurlijk Nederlander. Of ik er nou bij ben of niet, is het altijd we. Ja. Nu de terugkeer, de echte terugkeer van Robin van Persie. Interland 102. Waar Ronald Koeman eerst aangaf Van Persie in de toekomst mogelijk nog te willen selecteren. Ja, Van Persie heeft niet gezegd nogmaals dat hij stopt. En ik heb ook niet gezegd dat ik hem nooit meer selecteer. Het werd al snel duidelijk dat de prachtige oranje loopbaan voor Robin van Persie erop zat. Nee, dat heb ik ook al eerder aangegeven. Ik zou niet bedanken. Maar wat oranje betreft is denk ik de bondscoach vrij duidelijk geweest, ook in de media. Eigenlijk in principe niet meer, Robin? In theorie wel. Maar het wordt een heel moeilijk verhaal. Van Persie, is dat voor jou nog... Sorry. Sluit niets uit, maar nee, in principe niet. Dat klinkt als niet, nee. Nee. In principe niet. Nee, ja. In principe niet. Robin, de fysieke toestand, denk ik niet dat Feyenoord blij zal zijn als ik Robin oproep voor het Nederlands elftal. Dat is niet mijn eerste optie. Wat ik al zeg, dat is, de bondscoach is daar vrij duidelijk in geweest. Dus we gaan er niet meer vanuit. You never know. Thank you.
je, sommige talenten worden geboren. Daar is niks training of krachthonk of noem maar op. Dat is gewoon pure klasse. Elke aanname goed. Fantastisch linkerbeen. Helaas zijn dit soort spelers stoppen dan. Want ja, ze zijn nog met kop en schouder, zou ik zeggen, boven, steken ze boven iedereen uit. En alleen maar op basis van techniek. Ja, natuurlijk. Belangrijk voor Nederland ook. Goal tegen Spanje. Maar hij is sowieso belangrijk geweest. Want ik vind het ook gewoon een hele mooie voetballer. Het is jammer dat hij stopt. Ik heb het al gezegd. Maar ja, ik vind het een wereldvoetballer. Maar die man heeft zoveel mooie goals gemaakt. Dat je, ik denk dat je hem tekort doet bij alles wat je zegt. Kunstenaar. Stylist. Van Basten zei een helderziende. Maar geweldige speler. Uithangbord voor het Nederlandse voetbal. Robben! Van Persie! En het wordt Van Persie. En het is 1-0. Van Persie. Boom! Stepai. Mannetje naar Van Persie. Van Persie met de kans. 2-2! 2-2! Robin van Persie. Ik zal deze dag echt nooit vergeten. Ik denk niemand, ik denk heel Nederland niet. Niet alleen wij of jij. Het lijkt me of we gewonnen hebben. En ergens hebben we dat misschien al wel.